Simpel gezegd is COPD een ziekte van de longen waarbij je het steeds benauwder krijgt. Het is een verzamelnaam voor chronische bronchitis en longemfyseem. Bij chronische bronchitis zijn je bronchiën steeds ontstoken. Dat geeft veel slijm. Bij longemfyseem gaan longblaasjes langzaam verloren. Dat geeft benauwdheid. De afkorting staat voor chronische obstructieve longziekte. Nee, je kunt niet van COPD genezen. Je kunt het verloop vertragen. Daar is specialistische kennis, begeleiding en zorg voor nodig. Van dichtbij ken ik mijn vader die aan COPD is overleden en mijn broer die COPD heeft. Als voedings- en leefstijlgeneeskundige heb ik veel COPD-patiënten in mijn praktijk gezien. Ja, je kunt aan COPD overlijden. Je kunt door zuurstoftekort in coma raken, je kunt stikken of hartfalen krijgen. Er zijn middelen om te voorkomen dat een COPD-patiënt dit bewust meemaakt. Toch zijn ze er letterlijk doodsbenauwd voor. COPD-patiënten slapen slecht omdat ze benauwdheid ervaren en of bij het wakker worden extreem benauwd zijn en niet meer durven te slapen. Ze hebben meestal de hele ochtend nodig om letterlijk op adem te komen voordat ze genoeg energie hebben om een sok aan te trekken. In de laatste fase van de ziekte kunnen ze nauwelijks zelf lopen, van de bank naar het bed of het toilet. Hun bewegingscirkel wordt steeds kleiner tot ze aan bed gekluisterd zijn. Door het permanente zuurstoftekort gaan hun handen trillen, zo erg dat een glas aan je mond zetten geen doen meer is, laat staan zelfstandig je medicijnen innemen. Mensen die COPD hebben en roken hebben hulp nodig bij het stoppen met roken. Geen wijzende vinger dat het hun eigen schuld is. Ze hebben aangepaste voeding voor hun weerstand en ter voorkoming van spierafbraak nodig. Ze hebben stimulatie van de spieren nodig omdat de spieren de zuurstoffabrieken zijn en op die manier nog lang in staat zijn kleine stapjes te lopen. Anders is het zelfstandig toiletbezoek al snel niet meer mogelijk. Hoe mensen omgaan met iemand die COPD heeft, verschilt per mens. Van leek tot zorgprofessional heeft de een begrip en empathie en de ander minder of niet. COPD-patiënten voelen zich vaak weggezet als eigen schuld dikke bult en opgevers te zijn. Wie wel kennis van deze ziekte heeft, ondersteunt een COPD-patiënt in zijn dagritme en behoefte aan adem- en pijnbestrijding. Wat ik hoop, is dat COPD net zo bekend en onder de aandacht komt als alle andere slopende ziekten waar specialistische zorg voor nodig is. Denk aan Alzheimer en ALS. Bij kanker is er altijd hoop dat je ervan kunt genezen. Bij COPD is er geen hoop. En dat COPD niet alleen komt door roken. Je kunt het krijgen van te veel fijnstof, meeroken als niet-roker, werken in de chemie of zoals veel oudere mensen die het nu hebben, van het werken met stoffen waarvan men in hun tijd niet wist dat deze een gevaar op zou kunnen leveren voor hun longen.